Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandag en het is vakantie. En daar hou ik van. En dit was ook vandaag een dag dat ik uit bed kwam. Dat ik dacht, ja, ik voel me wel weer redelijk oké. Ik ben er niet, maar het gaat vandaag wat beter. Ik kwam er redelijk uit. Dus ik voel me wel happy daarmee. Ik ga zo met Sarah even boodschappen doen. En dadelijk komen mijn ouders even langs. Even ook met Sarah spelen. En verder doen we het nog wel rustig aan. Ik denk als ik nou even nog een paar dagen gewoon even goed voorzichtig doe, dan kunnen we misschien de laatste paar dagen van mijn vakantie nog wel even wat leuks doen. In plaats dat ik het nu toch wel ga proberen en dadelijk weer helemaal fout gaat. Been there, done that, zeg maar. Dus dat vond ik niet het allerslimste plan. Dus we houden het even rustig voor nu. Je mooi van. Ja, je bent echt heel gezellig, hè? En straks komt oma. Ja, gaan we wat lekkers uitzoeken voor als oma komt? En ik mee. Ja. Mijn kleinkind is mee. Nou, boom. Dan ben je lief aan het helpen, schat. Oeh, voorzichtig, 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 voorzichtig. Anders wordt het echt een smeerboel. En wat hebben we gehaald? Nou, deze moest en zou Sarah natuurlijk hebben. Want dit is een unicorn. Dan hebben we nog spinazie, dat vind ik echt. Koekjes zijn slecht met chocola, maar die zijn echt heel lekker. Spekblokjes, dat is ook voor je naar gerecht. Een bloemkool. En schoonmaakkoekjes, ik zweer je bij. Het is niet echt heel erg goed, mooi en bewust. Deze hebben we voor zo. Dat is echt heel slecht. We hebben nog bananen. Ja. Eieren. En wat als laatste? Oh ja, we moeten waterkoker even ontkalken, dus die heb ik ook gehaald. En we zitten echt heerlijk in het zonnetje. Het is echt zo lekker weer. En zij van buiten spelen met Sarah. En Sarah is iets voor het eerst aan het doen. En het gaat zo goed, vindt het zo knap. Ja, het is wel. Ga het maar laten zien. Nog een keer. Wat doe je dit goed? Je ging nou wel heel snel. Ja, super! Het is even later en voor het eerst in 2 weken ben ik aan het koken. En ik ga wel wat heel lekkers maken. In ieder geval vinden wij het allemaal heel lekker. Ik ben hier aardappels aan het koken. Ik heb net kipfilet in de pan gedaan, gesneden. En dan gaat er zo spinazie bij en crème fraîche. En dan gaat dat zo bij elkaar in de oven. Ja, en het was zo stom. Want ik was vorige keer vergeten aardappels te kopen. Dus ik had aan Mark opgevraagd die aardappels. Maar hij zei dat ik geen tijd had. Dus toch naar de Jumbo samen met Sarah een zak aardappels gehaald. Dat kost me heel veel moeite, want het ging allemaal niet zo heel lekker. Kom ik thuis, heeft hij ook aardappels gehaald. Maar we hadden allebei 5 kilo. Dus toen hadden we 10 kilo aardappels. Maar ik vind aardappels helemaal niet zo lang goed blijven. Dus dat was best wel veel in één keer. Dus nu maar heel de week creatief koken met aardappels. Nou, gelukkig kan je er echt de gekste, leukste, uitgebreidste dingen mee maken. Dus ik heb ook een beetje gezocht in mijn eigen recepten en zo. Dat je dan weer dingen vindt dat je denkt, oh ja, dat deed ik er ook altijd mee. Dat ben ik vergeten. Hier gaan in ieder geval aardig wat aardappels in, dus dat scheelt. Want ik vind het gewoon zonde. Ik hou gewoon niet van verspilling. En de oven. En de schaal is klaar. Sarah die schoot net niet echt op met de tafeldek. En wel vaak als het langzaam duurt. En dan zeg ik tegen Sarah, het duurt te lang. Maar dan krijg ik dus dit. Sarah, het duurt te lang. Het duurt te lang. Ik sta er al een tijdje. En we moeten er voor de laatste keer vijf. Maar het duurt te lang. Wauw. En ondertussen is het weer laat. En ik wil echt naar bed. Maar ik zit een video te uploaden. Ik ben een video aan het uploaden. Doet het niet toe. Maar hij duurt een beetje lang. En als hij af is, kom ik eindelijk naar bed. En daar heb ik echt zin in. En ik zat net beelden binnen te halen op mijn computer van de vlog. Maar volgens mij heb ik de beelden van daarnet op de een of andere manier niet opgeslagen of zo. Want die zag ik niet. Want ik was heel erg aan het zondigen. En het was heel lekker. Ik kijk morgen nog een keer goed of ik die beelden nou wel of niet heb. Maar ik zag ze in ieder geval niet. Goed, hij moet nog ongeveer 20 minuten en dan kan ik lekker slapen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend
En we hebben al gedoucht, aangekleed, alles. Ik heb deze top aan, dat is wel heel erg leuk. Dat was niet de afgelopen keer dat ik mijn kast opruimde, maar die keer daarvoor. Deze top heb ik echt al super lang. Echt, ik was denk ik 16 of zo. En die is altijd in de kast gebleven en eigenlijk heel lang niet gedragen. En nu vind ik hem weer helemaal leuk. En hij is ook van achter open. Ja, alleen een BH eronder vind ik dan wel zonde. En ik heb deze pantalon aan, die hebben jullie wel vaker gezien. En nog geen schoenen aan, dus. En ik ben nu alles aan het klaarleggen. We gaan zo een extra video opnemen, dat is heel erg leuk. Die staat als het goed is al online. Als jullie deze video zien, dan zal ik even kijken of ik ergens een linkje of zo kan zetten. Dat moet wel lukken. En ja, we hebben dus echt heel veel zin in. Sarah die is nog de laatste ontbijt snel aan het eten. En dan, als ik klaar ben, kunnen we beginnen. Ja! We zitten in de auto op weg naar de kinderboerderij. Even lekker genieten van het zonnetje. Ik heb daar echt wel heel erg... Die auto komt hard aan. Want als ik hier uitrij, dan heb je geen zicht in de straat van rechts. En dan rij je heel voorzichtig om het hoekje te kijken. En soms komen ze aan met een vaart dat ik echt denk, waarom? Weet je, er lopen hier allemaal kinderen. Rij gewoon rustig. Dan weet je gewoon zeker dat het niet fout gaat. Maar goed. Dat doe jij wel, mama. Ja, ik ben altijd wel heel bewust van kinderen. Ik ben als de dood dat ik een kind ooit zou raken. Dus ik probeer daar echt altijd mega veel rekening mee te houden. Kijk, volgens mij is de buschauffeur jarig. Heel lang in dienst. Ik kan het niet lezen, want die zijn aan de andere kant. Heel de bus hing vol slingers en ballonnen. Zag je dat? Ik was aan het zwijgen. Oh, dat is wel leuk. Ik denk dat hij wat te wielen heeft. Ik ben gefeliciteerd. Nou, wat leuk. Ja. Die hoofdjes zijn echt heel mooi. Kijk maar. Ja, misschien kan je hem wel aaien. Heel rustig, hij is wel heel lief. Nee, toch niet? Ik ben aan het lezen. Oh, was je aan het lezen? Er staan de namen op van de konijntjes. Welk konijntje wil je aaien? Ja. Kijk, daar loopt hij. Rustig erop af, hè, niet rennen. Ah, schrok hij van je. Hij rent helemaal weg van je, zie je dat? Hallo konijntjes. Oh, wat zijn jullie schattig. Kom maar. Oh, deze zijn echt heel schattig. Ik krijg ze alleen niet geëit, want ze zijn zo weer. Ze zijn een beetje druk. Kom maar, hi. Kom, Lijntje. Kijk eens hier. Kijk. Gaat hij hem pakken? Hij wil mij pakken. Ja. Dat is heel groot, schat. Dat is leuk. Wacht, jij heeft hem. Hi. Hier de camera. Kijk. Hi. Ik wil nog een plaatje kijken. Nee, niet. Hi. Die is lief. Wat je kan doen, Sarah, maak je een bakje van je hand. Doe jij het. Ik durf niet. Dat is heel zacht, die mond. Wat goed, lange wortels durf je dus wel. Ja, ik ben niet te kort. Kom maar. Wat goed. Misschien wil de ezeltje nog wel een plantje eten. Ze heeft motorpech. Dus we waren de tractor aan het repareren. Nou, even onder de kap kijken. Ja. Twee monteurtjes. Ga je mij duwen? Lukt het niet? Nee. Oh. Ja, natuurlijk veel te zwaar. Okay. Heel leuk. Wie kom ik vandaag tegen? Tobias. Ik weet niet of iemand ook Mama Wild Kids kijkt. Daar zie je Tobias in. Dat is een heel lang... Nou, hoe lang kennen we elkaar al? 18 of 20 jaar al. Bijna 20 jaar. Ja. Echt te grappig. En de meiden zitten ook bij elkaar op school, dus dat is helemaal leuk. En we zijn heel goed aan het spelen aan de tijd. Zo,
het is echt bizar. Sarah loopt in de korte mouwen. Nou, ik heb een doorschijnende mouw. Je wil je jas gewoon niet aan. En in de auto is het gewoon echt heet. Dat je echt van ramen open, airco aan, weet ik het. Sarah ligt op bed. En het is echt raar. Het was vanmiddag zo lekker warm. En ik heb nu gewoon weer de verwarming aan. Hai, jij wordt eten. Dan kom je altijd even bij mij kijken. Niet dat ik jou dit soort dingen geef. Dat is helemaal niet goed voor jou. Voor mij ook niet. Ik had nog een beetje chocoladecake over van gisteren. Dus die ben ik even aan het opeten. Maar een klein stukje. En ik zou het natuurlijk heel gezond doen dit jaar. En dan ben ik ook echt wel heel goed aan doen. Maar af en toe even zondigen. Dat is wel heel lekker. Het lijkt wel of die nog lekkerder smaakt dan gisteren. Is je aan het zingen? Mama heeft los haar en een knot. En we zijn vooral niet scherp. Oh ja, nu wel. En ik heb nog geen make-up. En het is woensdagochtend. En we hebben een heel gezellig ochtend gehad, hè? Mag ik je hebt goed gegeten. Nou, dat ga ik zo wel even zelf doen. En ik dacht dat mijn huid heel goed ging. Maar kijk, het gaat nu toch weer fout. Moet je niet waar uittrekken? Het is wel een beetje nat. Het is woensdagochtend. En we hebben echt zo'n gezellige ochtend samen. Dit lieve meisje. We zitten nu lekker samen thee te drinken. Het is wel heel grappig, want Sarah die heeft natuurlijk dit nog in haar haar, dat roze. En had ze het rokje aan, toen zagen we dat het dezelfde kleur is. En heeft ze de baby aangekleed, een klein kind. En die heeft dus ook die kleur. Dus dat is wel mega grappig. Dus alles is een beetje fuchsia roze vandaag. Ja. Ik niet. Heb ik eigenlijk ook niet echt, volgens mij. Ja, wel. Iets. Ja, wel, ik zag ja. Ik weet waar wat. Oh, ja, zit dat erin? Oh ja, kijk. Ik heb ook roze. Ik heb dit shirt aan vandaag. En gewoon een simpele spijkerbroek. En weer die sneakers, zeg maar. Die schoenen met die hak. En het is heerlijk weer. Dus we gaan even gezellig een ijsje halen. En ik heb mama's haarband om. Ja, dat is een oude van mij, hè? Ja. Die vind ik ook zo mooi. Ben je er zo blij mee? Ja. Moet de camera een beetje stil houden. Hij wiebelt zoveel. En kom. Kijk uit waar je loopt. Ja, ik weet waar de stop is. Pas op. Ik loop de stop of niet. Even er doorheen. Even wachten. Hier, oversteken. Oké. Ik ga even hem uitzetten, want ik moet kijken. Dus, eindelijk. Een ijsje halen weer. Ik vind het wel heel leuk dat jij hem uitzet als je moet oversteken. Omdat je goed wil opletten. Heb ik je toch nog iets goed geleerd? Ja. Hé. Hey. Dat heb ik zelf geleerd hoor, mama. Oh. Maar heb ik, heb ik niks mee te maken gehad. Ja. Koekoek. Koekoek. Ja, dankjewel. Maar welk ijsje wil je? Een kinderijsje. Kinderijsje, hè? Die? Ja. Ja? En mama ook. Je vergeet helemaal van mama. Ook van mama. Ook van mama. Zo, dat is heel belangrijk, hè. Dat moet je niet vergeten. Wil je hem zelf maken? Wauw, dat is leuk. Je gaat ook nog een ijsje maken. Als jij zit in de lucht, dan zit het pas zitten. Kapper. Weet je wel? Wow. Wil je nog maar wat stukjes doen? Ja, toppie. Wauw, wat heb je dat verschrikkelijk goed gedaan. Oh. Ik kom niet verder, maar mijn tas. Die is mooi, hè? Hij is super mooi. En nou, voor jezelf. Oh. Wow. Ik ben bij mij. Hij is wel echt. Ik weet welke jij altijd wil, hè? Snoepjes en hagelslag en nootje. Of chocolaatjes bij elkaar. Chocolaatjes. Kijk uit, schat. Dat was hem. Die wil ze. Je wilt er drie. Dit is echt te leuk. Ik heb zelf een ijsje gemaakt. Ja, het is gewoon februari en we lopen gewoon met ijs. Wel met snoepjes. Dat zijn de allerlekkerste natuurlijk. Zo, Sarah en ik zijn ondertussen aan het koken gezellig samen. Ik kom een beetje uit beeld, maar anders gaat het niet echt. Mama? Ja? Ja. Het ei begint een beetje met zo erg. Het begint een beetje slank te worden. Zullen we weer glitters in doen? Je bent gek. Een glittertaart. Ja, dat is leuk. Daar gaan we weer te zitten. Nou, ik wou net vertellen, Sarah die zegt dus elke keer dat het net alsof ze slijm aan het maken is. Daarom wil ze het mengsel heel graag horen. Een beetje vaak, te vaak meisje Jamila gekeken, denk ik. Dat is helemaal het ding momenteel.
Maar mij vind jij met Lennart heel veel slijm. Ja, dat vind jij leuk, hè? En ik hou van slijm, maar al mijn slijm is weg. Ja. En ik heb ook wel een verjaardag gekregen. Ja, ik ben nu de broccoli in mini roosjes en ik heb de aardappels niet ook al heel klein. Kijk. Ja, hele kleine stukjes allemaal, hè? Want we gaan een soort taart eten. Ja. Een aardappeltaart gaan we maken. Het lijkt ook heel erg op slijm. Als ik het dadelijk niet vergeet, dan zal ik het resultaat laten zien. Ik heb deze eigenlijk nog nooit eerder gemaakt. Dus het is ook op hoop van zegen dat het gaat lukken. Dus we will see. Zo is hij dus uit de oven gekomen. En ik ga hem nu proberen op het bord te doen. Maar ik weet niet helemaal of dat gaat lukken. Dus ik denk ik film hem vast voordat ik dat ga doen. Dat is wel slim. Want mocht hij er helemaal uit de vallen, heb ik dit hier van vastgelegd. Het ziet er wel heel lekker uit in ieder geval. Dus echt heel benieuwd. Nog dampend van de stoom, maar hij is in elkaar. Ik krijg hem alleen niet zonder hem te breken daarvan af. Dus dan maar even zo voor nu. Ik vind hem er echt lekker uitzien. En ben je ook echt heel benieuwd hoe die dan smaakt. Nou, ik vind hem geslaagd. Aanrader. Ik had echt nog nooit een maaltijdtaart gemaakt. Maar ik vind het echt lekker. Hey mama, hoe was het eten? Ik vond het heel goed gelukt, en jij? En ik vond het ook heel goed gelukt. Ja. Want het was heel lekker, want ik had de slagroom en de ei door elkaar geroerd. Ja, we hebben het samen gekookt, hè? Ja. Dat was super fijn. Jij filmt altijd zo close-up. Je arm is lang. Lang, langer, 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 langer. Ja! Beter. Zo. En dan gaan we jou even lekker douchen. En Sarah wil echt de haartjes nog niet gewassen hebben. Dan gaat het roze eruit. Dus ze heeft heel voorzichtig gedaan dat haar niet vies is. Wow. Oh. Ja. Ik heb een bandje om je pols, hè. Alles voor je haar, hè? Ja. Het is alweer laat in de avond. En in ieder geval laat. Ik vind het nog wel redelijk meevallen. Het is 9:45. Zoveel slaap ik nooit. En ik heb de video van gisteren. Ja. Heb ik geëdit. Ik was gisteren al een stuk gekomen, maar ik had hem niet afgekregen. Het was best wel bewerkelijk met editen. En nou twijfel ik alsnog of die helemaal goed is. Maar ik vond het in het programma vrij moeilijk te beoordelen. Dus denk ik render hem en ik kijk hem na. En anders verander ik nog maar wat. Maar dat was even makkelijker. Dus even kijken hoe lang die er zo over doet. En hopelijk is hij gelijk goed. En dan ga ik nu meteen zetten. Dat vind ik wel jammer. Als hij aan het renderen is, kan ik eigenlijk niet heel veel verder. Ik kan een paar fotootjes voorzichtig uitzoeken. Maar als ik echt heel veel ga doen, dan loopt mijn computer vast. Ik moet echt een nieuw computer, vind ik. Maar goed, hij is aan het optellen. Hij staat nu op 1.5 uur, maar hij is er nog niet. Dus ja, heel boeiend verhaal allemaal. Goedemorgen, het is donderdagochtend. En, oh ja, Sarah die is als een kleine diva klaargemaakt. Als die scherp stelt. Ja. Want die gaat zo even met oma wat doen. En ik heb een tekening gemaakt met een huis. En het huis was eerst opgevallen en toen was die nog zo. Ja. En ineens was die zo. En dat is het thuis van opa en oma, juist. Het is echt een kleine diva met de bontjas en de bril en de tas en de handtas. Zo gaat ze dus samen met oma een vitamine halen. Ik vind het wel grappig, want aan de ene kant denk ik, oh wat heb je allemaal aan, maar aan de andere kant denk ik, ja je bent echt een mini-mi. En ik kan ook gewoon helemaal overdressed naar de supermarkt gaan als ik gewoon zin heb om dat aan te trekken. Dus ja, ik ben niet iemand om er iets van te zeggen, maar goed, ik moet er wel heel hard om lachen. Zo, en ik ben net bij oma gaan Bibi erbij gaan kopen bij de Lidl. En ik ben nu lekker gezellig weer bij. Hallo, schat. Mama is druk in huis bezig vandaag, hè? Moet ook af en toe. Ik heb zo weinig gedaan de afgelopen weken. Ja. Ik zit nog wat oude foto's en filmpjes uitzoeken. En deze moet ik echt even delen. Dit was zo verschrikkelijk grappig. Sarah was vroeger altijd bang om over bruggetjes en zo heen te lopen. En dan liep ze dus zo. Ik moet er nog steeds zo hard om lachen. Zo ging het dus bij elk bruggetje. Dus dat heeft
heel wat uren gekost, maar echt hilarisch. Gelukkig is het nu wel over en heb ik het vaak vastgelegd. Het is ondertussen ook donderdagavond, dus ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Abonneer hieronder of hierna als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes zijn natuurlijk altijd welkom. En dan zie ik jullie de volgende vlog. Doei! Ja, de film gaat over de derde keer beginnen. Want hij doet het ook weer niet. Ja, hij maakt geen geluid. Ja, maar het is de eerste stemmen. Dus we hebben net al heel veel zonder stemmen gezien. Oh, hij stopt weer. En de andere muziek weer. Het gaat helemaal fout.